1 juni, of misschien iets eerder, dan gaat Forum Groningen weer open. Vlak voor de coronacrisis verwelkomde het Forum nog de miljoenste bezoeker in de eerste 4 maanden dat het open was. Nu zijn al een tijdje de enige aanwezigen het personeel en mensen die werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld om de schade op te ruimen van de sprinklers die vorige week voor een grote puinhoop zorgden. Na de persconferentie van gisteravond kan eindelijk weer vooruit gekeken worden, maar dat wordt nog wel een logistieke uitdaging. We hadden eigenlijk bij de vorige persconferentie al verwacht dat we iets meer mochten dan mocht. Nou, nu kunnen we eindelijk weer voorzichtig over losgaan, nadenken. Dit pand vraagt wel een specifieke aanpak, want we zijn niet echt een klassieke bibliotheek. We zijn ook niet een klassiek filmhuis. Hè. Dus we hebben heel veel loopstromen. Dus we hebben ook horeca. Dus dat duurt denk ik wel een paar weken langer. Na 1 juni denk ik gaat dit open. Misschien ietsje eerder, we zijn het aan het bekijken. Maar de filialen in de wijken die kunnen eerder open. De bibliotheek open, dat mag alleen heel doelmatig. Hè. Dus dat is mensen komen binnen, moeten een boek uitkiezen en weer weg. Dus hier even lekker op de tribune gaan zitten. En je bammetje eten, dat is er echt nog niet bij, zeg maar. Dus het is echt wel heel gericht op de functies. Mensen kunnen weer hun verse boeken halen, kunnen weer even snel erin en eruit. Maar het is niet het echte verblijven. Juni, juli, dan mag je hier hopelijk weer een beetje verblijven. Dan wordt het eigenlijk weer leuk. Naast het logistieke gedeelte is er ook een financiële uitdaging. We zijn sowieso heel blij dat weer wat kan. Hè? Dat we weer mensen kunnen verwelkomen en dat mensen weer kunnen genieten van het uitzicht en dat soort dingen. Maar voor ons is het wel een aardige klus om daar nog geld mee te verdienen. Want met 30 mensen max in een zaal, met 3 stoelen ertussen, ja, daar wordt natuurlijk geen cent verdiend. Dat is zeker. En dan gaat tijdens werkzaamheden ook nog eens een flink aantal sprinklers zomaar aan, met flinke schade tot gevolg. Het was hier een redelijke rotzooi door die sprinkler. Nou, gelukkig is het nu droog. Hè. Er wordt nog steeds gedroogd met die grote machines, het grote LED-scherm. Nou, daar kijken we echt met angst te beven naar of die goed eruit komt. De VVV dat ligt wat lager, dus dan stroomt het water naartoe. Dat is de eigenschap van water. Dus we hebben aardig wat schade, maar zo op het oog lijkt het redelijk hersteld. Maar de schilder moet er nog even doorheen. En we zijn nu aan het kijken wat zit er achter de wanden. Want het water kwam uit de stopcontacten, dus er zit echt water achter de wanden. Nou, die schade, dat moet toch even achter de wandjes kijken. Er wordt even niks wat je even bespaart? Nee, het kan er vanaf nu alleen nog maar meevallen. Dat is het goede nieuws, toch? Ja.